In onze reeks Gemeente 24 zitten we al aan de derde aflevering. En dit keer is het de beurt aan de liberalen die best wat averij hebben opgelopen. Kan de nieuwe kapitein, Eva de Bleker, het blauwe schip weer vlot trekken? Of dienen de gemeenteraadsverkiezingen als de ultieme reddingsboei? Ja, nu is het de beurt aan Open VLD. En dan moet ik beginnen met Eva de Bleker, de nieuwe voorzitter. Het is al even geleden nu. Hoe voelt dat? Ja, nieuw voor mij ook natuurlijk, maar we zijn er direct ingevlogen. In het hoofdkwartier zijn we nu aan het kijken met ons personeel hoe we strijdvaardig gaan worden en echt een machine op poten brengen om samen met de parlementaire in die oppositie te gaan. Ja, want oppositie, ook verlies met de verkiezingen, dat betekent ook, het heeft gevolgen voor de werking van zo'n hoofdkwartier. Mensen die misschien moeten verdwijnen, dat is al geen leuke job om te doen. Wel, elke crisis is ook een beetje een opportuniteit. Ik zie het zo. En we gaan nu die ploeg in de Melzenstraat echt heel op scherp zetten. Experten in hun terrein. En we gaan daar het beste van maken. Efficiëntie is belangrijk. En de juiste mensen op de juiste plaats. Ik zou ook zeggen, welkom in het Vlaamse parlement. Want het gaat voor u ook een hele verandering met zich meebrengen. Mm-hmm. U hebt dan vooral in die federale regering gezeten. Ja. En dit is wel een heel ander gremium, zou ik durven zeggen. Ja, dit is nieuw voor mij natuurlijk. Maar ik ben ook wel iemand die vrij technisch is. En men heeft mij gezegd dat het Vlaams parlement zeer technisch is. Zeer technisch, dus ik kijk daar ook wel naar uit. Ja, en zeer saai soms, zeggen ze ook. Nee. Ik hou wel van techniciteit. Voilà, dus, want dat wil ik net vragen. U bent niet alleen gekomen. Dat vragen we aan de meeste voorzitters. Wie heeft u dan meegebracht? Wel, ik heb twee collega-Vlaams parlementsleden die al een bekend gezicht zijn hier in het parlement meegebracht. Stefanie Doze uit Gent en Maurits van der Rijden uit Diest. En zij gaan er ook samen met de andere parlementsleden volop in vliegen. Ja, dan zit u samen, als ik het zo mag bekijken, Maurits van der Rijden was ook kandidaat bij de voorzittersverkiezingen. Is ergens op een derde plaats nipt geëindigd, als ik het goed nagerekend heb. Bedankt om mij daar aan te herinneren. Ja, maar dat is een deel van de strijd. Misschien Olympische gedachten. Deelnemen was belangrijker dan winnen. Nee, bij voorzittersverkiezingen telt dat niet. Maar het was inderdaad nipt. En die verkiezingsstrijd die is gestreden. Toch een beetje spijt. Als u vraagt of ik teleurgesteld ben, wat denkt u zelf? Mm-hmm. Uiteraard wel. Ja. Maar ik ben wel blij dat Eva het gehaald heeft, natuurlijk. Ik heb ook gezegd dat zij de meest geschikte kandidaat was in de tweede ronde. En ik denk dat we dat moeten achter ons laten nu, die verkiezing die is gebeurd. Maar als u vraagt had ik liever gewonnen, dan is het antwoord natuurlijk ja. Oké, want dan zit u wel samen in één fractie. Twee concurrenten, zou ik durven zeggen. En dan heb ik het nog niet over Stefanie Doze, die we misschien toch in het kamp van de kroon mogen plaatsen. En dan, u hebt toch samen met een campagne gevoerd. Dat is de eerste keer dat ik dit gehoord. Oké. Okay. Nee, uiteraard. Alexander was lijsttrekker voor het federale parlement en ik voor het Vlaamse. Dan is dat logisch, en dat was in alle provincies zo, dat de beide lijsttrekkers samen campagne voeren en dat we vooral die trein van kandidaten die achter u staan, dat je die samen trekt. Maar uiteraard heb ik een goede band met Alexander. Oké. Dat gaan niet knetteren. Met iedereen dat gaan niet knetteren in die fractie. U heeft een vreemd beeld van onze fractie eigenlijk. We zijn geen concurrenten van elkaar. We strijden voor hetzelfde doel. Laat ik eerlijk zijn. Het verleden is niet zo verwonderlijk dat ik misschien dat idee heb dat er misschien ook een probleem van de VLD is, met zoveel grote talenten die elkaar soms wel een beetje naar het leven staan, om niet te zeggen superego's. Dat is toch een deel van het probleem. Maar ik denk dat daar ook een opportuniteit ligt nu. Wij beseffen allemaal de ernst van de situatie en ik heb de vergaderingen die we al hebben gehad toch een gevoel gehad van dat iedereen nu in dezelfde richting kijkt en echt die partij er terug bovenop wil. En die pagina is omgedraaid en wij gaan nu volop als team, en ik voel dat ook echt heel hard, we gaan elkaar steunen, we gaan elkaar de ruimte geven om in iedereen zijn domein te schitteren. En dat is de bedoeling van deze fractie en deze partij. Oké, kijk heel kort naar die kant. Geen protest. Maar als het over politiek talent gaat, vind ik het wel goed dat je meerdere talenten in je fractie hebt. Ik denk dat wij qua rapporten vorige keer in de pers ook toch altijd bij de betere waren. Zeker. Bij de beste. Bij de beste, bij de betere. Niet alleen wij, maar ook andere fractieleden. En ik denk, als je dat talent in de goede richting kunt zetten, dat dat alleen maar een meerwaarde is. Dus ik heb nooit het gevoel gehad dat wij concurrenten zijn binnen onze eigen fractie. Maar je heeft natuurlijk wel een punt dat we
in het verleden wel in de pers zaken hebben moeten lezen over onze partij dat we liever niet zagen. Mm-hmm. Lekken naar de pers, zaken die naar buiten gebracht worden. En het is wel 11:55 voor onze partij. Je moet daar serieus in zijn. Ja. En ik ben zeker dat, zeker met de mensen die hier aan tafel zijn, en eigenlijk iedereen die binnen de partij zoiets heeft van dit kan niet meer, dit moet gedaan zijn. En Eva is daar de geschikte persoon voor om echt al die neuzen in die richting te krijgen. Oeh, wat een opdracht, zou ik zeggen. Ja. Ik heb bijna medelijden met u. Ja, grote talenten, u zegt het maar, ondanks al die grote talenten, serieuze klappen gekregen bij de verkiezingen. Is dat al verteerd intussen? Ja, daar gaan we niet flauw over doen. Hè. Het was duidelijk dat onze lijn niet scherp genoeg was. Dat men niet meer verstond waarom men voor ons zou moeten stemmen. En daar moeten we nu die pagina omdraaien. We moeten dat natuurlijk analyseren. Maar nu moeten wij terug die scherpe lijn uitzetten. Met z'n allen, complexloos liberaal, heel duidelijk zeggen waar wij voor staan. En daar ook echt voor strijden. En aangeven dat wij daar niet van afwijken. En dat dat voor ons zo belangrijk is om dat voor de burgers en voor de ondernemingen te realiseren. Ja. Die liberale lijn. Ik ben blij dat u daar zo gedreven over spreekt, want natuurlijk, anderen hebben dat ook al allemaal gezegd en gedaan, maar het is er nooit van gekomen. Hè. Loont het dan nog wel, bijvoorbeeld, om in die Vlaamse of in die federale regering te zitten, want het levert niks meer op de duur? Wel, momenteel zitten we niet meer in de regering, dus gaan we in oppositie. In het verleden, ja. Dat is definitief voor u, oppositie? Ik denk dat je altijd wel... Ja, op Vlaams niveau hebben we weinig keuze. Zelfs mathematisch kunnen wij geen meerderheid leven hier. Ik denk dat je altijd wel in een regering dingen kunt verwezenlijken die electoraal ook lonend zijn, maar je mag nooit vergeten je partijprofiel scherp te houden. En ik denk dat daar aan schortte in het verleden en dat je altijd moet tonen waar je op lange termijn met je partij naartoe wilt. En je moet ook durven, en daarom waardeer ik Eva haar standpunten daar ook in, je moet ook durven standpunten innemen waar mensen tegen zijn. Hè. Als je 30% van de bevolking wilt overtuigen, ja, dan gaat ook wel 70% misschien niet met jou akkoord zijn. En ik denk, als je in oppositie zit, kan je dat misschien makkelijker doen. En dat is denk ik de opdracht waar wij voor staan. Heb je dan te veel de kiezer willen pleasen in plaats van dingen te zeggen, zoals u het zegt, waar de mensen tegen zijn, bijvoorbeeld? Er is niks mis met af en toe een compromis te sluiten. Er is wel iets mis als je dat compromis op den duur als het hoogste goed en het uiteindelijke doel voorop stelt. Ik denk dat dat wel een van de problemen was van onze partij. Dat is ook niet zo onlogisch als je 20 jaar in de regeringen zit. Er is nu een opportuniteit om dat te veranderen. En ik denk dat we inderdaad moeten durven om standpunten in te nemen waarvan ook mensen zeggen van oei, oei, waar komen ze nu mee af? Dan ga je ook meer mensen aan jouw kant krijgen. Ja, dat hebben we van u al een paar keer gehoord natuurlijk, van die standpunten waarvan velen zeggen oei, waar komt hij nu mee af? Ja, en vindt u die te radicaal? Of, Ik haal het maar aan. Hè. Ik heb daar geen oordeel over te vellen. Geven, hè. Ik zal eens naar mijn oude werkgever teruggrijpen. Ja, de VRT en zo, dat hoeft allemaal niet voor u. Hè? Ik heb het denk ik over de VRT nog nooit iets gezegd. Ik heb daar ook niet de grootste kennis van. Als u het mij vraagt, dan denk ik dat er wel opdrachten liggen waar overheidssteun nuttig kunnen in zijn. Mm-hmm. De vraag of dat anno 2024 in een overheidsdienst, een overheidsomroep moet, ja, dat denk ik wel dat je daarover kunt nadenken. Maar daar weet mijn collega Stephanie Dozen veel meer over. Ik ben ook geen expert op het vlak van de VRT, dus ik ga er ook niet te veel boude uitspraken over doen. Maar het is logisch, je ziet ook dat er private omroepen zijn, dat je wel kan nadenken of dat je dat allemaal in een overheidsinstelling moet doen. Dat is trouwens een misvatting soms, dat je zegt, als je dingen anders wilt doen, dat de overheid zich per definitie moet terugtrekken. Je kan heel veel dingen vanuit de overheid laten gaan, maar die de overheid niet per definitie zelf altijd moet uitvoeren. Hè. En dat is vaak de misvatting die er bestaat over bijvoorbeeld privatisering. Dat wil niet altijd zeggen dat de overheid zich volledig buitenspel zet. Dat wil wel zeggen dat je het anders aanpakt om het efficiënter te maken en goedkoper voor de 6 miljoen Vlamingen. Ja. Moet die partij straffer standpunten innemen? Aan u zal het niet gelegen zijn, denk ik. We kennen u allemaal als de ex-voorzitter van de Senaat die haar eigen winkel wilde afschaffen. Hè? Ja, enerzijds gewoon de puur liberale standpunten. Maar anderzijds zie ik soms ook een beetje bij de partij dat wij gestopt zijn met een ideeënpartij te zijn. Hè? We zijn altijd een partij die een heel groot geloof heeft gehad in de toekomst. En we keken eigenlijk om die toekomst in te vullen, keken we naar standpunten van 20, 25 jaar geleden. Terwijl dat we moeten die partij klaarstomen voor een hele samenleving die eigenlijk in transitie is. En onze partij moet daar altijd die blijvende motor zijn die nieuwe ideeën in de markt zet, die zorgt voor de oplossingen van morgen en van overmorgen. Ja, terug het blauwe ideeënfabriekje. Het blauwe ideeënfabriekje, inderdaad. Kan het misschien nog gebruiken. Nu, de fallout is wel enorm groot geweest. We hebben, ik hoef het u natuurlijk niet uit te leggen, we hebben daar die hele
hoe moet ik het voorzichtig uitdrukken, die stoelendans gehad toen Vincent van Quickenborne verdween. Daar was dan bijzonder veel frustratie over, ook hier, mevrouw Rutte, Willem-Frederik Schils, die het allemaal niet meer zagen zitten. Dan is Paul van Tichelt gekomen. Mm-hmm. En dan na veel misbaar verdwijnt Bart Somers, Vlaamse minister, terug naar Mechelen. Komt mevrouw Rutte hier, alles koek en ei, en een paar maanden later neemt ze opnieuw ontslag om zich dan op het burgemeesterschap van Aarschot te gooien. Dan denk ik, ook als voorzitter, ja, dat is een duidelijk bewijs van het symptoom van de ziekte van de liberalen. Ja, dat is natuurlijk geen fraai beeld naar de buitenwereld toe. En daarvoor hebben wij juist een heel sterke ploeg en team nodig. Een sterke partij waar dit soort zaken, want het kan altijd gebeuren dat mensen bepaalde beslissingen nemen, maar waar die beslissingen binnen de partij eerst worden uitgesproken en iedereen daarvan op de hoogte wordt gesteld. En dat men dan een duidelijke communicatie kan doen en verder kan. Was mevrouw Rutte beter gebleven volgens u? In mijn oordeel wel. Ik zou dat logisch gevonden hebben. Het was nog een heel kort einde tot het einde van deze legislatuur. Ik zou dat eigenlijk wel mooier gevonden hebben, ja. Uiteindelijk een Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden die dan toch de lokale verkiezingen in goede banen moet leiden. Ja, dat mag je dan misschien wel tot aan het einde proberen. Ja, nu natuurlijk. Enig serieus te doen, zonder afbreuk te doen aan mevrouw Peters, die natuurlijk niet de dankbare rol heeft gekregen om het dan te mogen overnemen. Ja, zij doet dat nu met verve. Ik was er nog bij toen de nummers werden getrokken en zij doet dat helemaal in goede banen leiden. Dus daar ben ik nu wel gerust in dat die bevoegdheid goed overgenomen wordt. Mm-hmm. Intussen zijn we, ja, oppositie natuurlijk. Intussen zijn ze aan het formeren. Hoe zien jullie dat evolueren? Laten we daar eens misschien mee beginnen. Ik zal het misschien in die richting eens vragen. De federale kan ik misschien, je hebt daar meer ervaring mee. De Vlaamse regering, de Vlaamse onderhandelingen, schiet voor geen meter op, heb ik de indruk. Nee, het is een beetje afwachten wat eruit komt. Maar de signalen die je nu hoort, zijn toch op sommige vlakken zorgwekkend. Als je hoort dat er gasboetes gaan ingevoerd worden omdat de ouders vergeten een broodtas mee te geven of een boterham met choco meegeven. Dat soort zaken, dat is nu wel in de openbaarheid gekomen. Dus ik neem aan dat dat eruit gaat als je ook de reacties daarop ziet. Ook op het vlak van erfenisbelastingen zijn er een aantal verhogingen voorgesteld, hogere verkeersbelastingen. Ja. Ja, dat gaat toch altijd naar de richting van nog meer overheidsuitgaven. Of het zijn, zoals u zegt, wat wij de liberalen ontberen, het zijn gedurfde standpunten die ze innemen. De lege brooddozen, daar is uw collega toch nog een paar keer over. Er is niks minder gedurfd dan de verkeersbelastingen nog verder te verhogen of te zeggen van het is de Vlaming die moet betalen. Maar goed, we moeten het finaal resultaat afwachten, anders kan je niet oordelen. Maar de signalen die je tot nu toe krijgt, gaat toch naar meer overheid, meer overheidsinmenging. En dat is toch niet de belofte die gemaakt is geweest. Maar u weet toch dat men dat soort ballonnetjes in de lucht wil gooien om ze te laten afschieten natuurlijk, omdat men weet dat ze leefbaar zijn, hè? Ja, dat weet ik niet zozeer. Omdat bent er niet gerust op? Maar nee, want een aantal standpunten die nu in die nota zouden staan, zijn ook al geponeerd door de partijen in hun programma's. Mm. Dus dat zou mij niet verwonderen als dat daarin staat. En ik ben ervan overtuigd dat het Vlaanderen dat wij in deze nieuwe legislatuur zullen zien, dat dat een Vlaanderen zal zijn, gelijk dat Maurits zegt, met heel veel overheid, maar vooral ook met veel meer regeltjes bij voor burgers, bedrijven en verenigingen. En als er nu iets is wat dat ik in de afgelopen campagne constant gehoord heb, en in elk domein, het gaat van mobiliteit, het gaat tot welzijn, onderwijs, zijn er ruimtelijke ordening, regeltjes, regeltjes, regeltjes. Dus als er iemand daarop volop oppositie zou kunnen voeren, dan zijn wij het wel liberalen. Je voelt het al kriebelen, heb ik dit. Maar ja, ik heb bijvoorbeeld al een concreet idee in mijn hoofd. Bijvoorbeeld, ze doen dat in het Duitse parlement. In het Duitse parlement hebben ze een aparte commissie ingeroepen, waarin dat parlementsleden samenkomen en schrapsessies organiseren. Schrapsessies? Schrapsessies. Dus wat zijn schrapsessies? Je gaat gaan kijken van welke regeltjes zijn er overbodig en die halen we vanuit het parlement eruit. En waarom is dat zo interessant om dat te doen vanuit het parlement? Omdat je hier een blik hebt over alle beleidsdomeinen heen. Omdat er effectief in alle beleidsdomeinen een veel te grote regelneverij is. Okay. Als je dat gaat doen vanuit een minister, die gaan allemaal in hun eigen kokertjes gaan kijken. Dus het voorstel, ik ben aan het popelen totdat de nieuwe regering er is. Ik denk dat we nog iets wat langer gaan moeten wachten. Ja, ik vind dat eigenlijk een heel spijtige zaak. Vermoeden we na de verkiezingen. Ja, en dat is een spijtige zaak. Het is een unicum. Het is de eerste keer dat er op de septemberverklaring, de derde maandag van de maand, dat er geen regering zal zijn. Maar goed, wij staan klaar met onze voorstellen. En het zal ook soms zijn, ik denk dat we dat ook als partij moeten durven doen, ook als er iets goed is,
dat we ook constructief oppositie... Maar u wil voorzitter worden van de schrapcommissie, als ik het goed hoor. Voorzitter of niet, ik ga al blij zijn als ze er is. Oké. Laten we eens naar het federale kijken. U hebt ook een tijdje in de regering De Croo, Vivaldi gezeten. Het leek allemaal koek en ei de dag na de verkiezingen. Dat was al bijna de wedstrijd. Wie gaat het snelst eerst klaar zijn? Daar is ook niet veel van in huis gekomen. Nee, ze hadden precies een heel snelle trip naar Arizona beloofd. Mm-hmm. Maar dat is nu meer een processie van Echternach aan het worden. Dus, en dat lijkt ook niet de eerstkomende weken uit het slop te geraken. Dus ik denk dat we daar ook nog helemaal niet klaar zijn. En waaraan moeten we dat nu wijten, denk je, dat het allemaal zo... Ja, moeizaam loopt, hè? Ja, dat zal ook wel te maken hebben met de zeer grote oefening die voor de deur staat. Hè. Als je kijkt naar die begroting, ja, dat moet op orde gezet worden. En als je dan kijkt wat er momenteel al verschijnt qua begrotingstabellen, ja, dan zijn we nog heel ver weg van een goed akkoord. Ja, u kent er alles van. Ja, absoluut. Kan ik wel degelijk zeggen, natuurlijk. Behalve Brussel, want daar willen de liberalen dan toch weer meedoen. Maar ja, ik denk altijd die Brusselaars. Brussel is een speciaal geval natuurlijk. Sven Gats en consorten. Je moet daar eerst, ja, maar los van de situatie daar, je moet daar eerst in beide taalgroepen een meerderheid vormen. Dat is al niet gemakkelijk. Ik zie daar ook helemaal geen meerderheid momenteel verschijnen. Nee, dat is het net. Hè. Dat is er nog niet. Ja, is er helemaal niet. Dus we gaan moeten kijken of dat daar mogelijk is. En ja, natuurlijk, de opties zijn daar ook wel minder. Omdat je juist maar met een paar zetels kan verschuiven. Dus we gaan zien wat daar uit de bus komt. Oké. Okay. We gaan naar het lokale overstappen, want daar zitten we hier ook voor rond de tafel. Mm-hmm. Ja, Maurice van der Heijden, u bent denk ik, als ik goed ben ingelicht, ook schepen. Dat is zo, ja. In Diest. En hoe ziet het er daaruit? Kort samengevat. In Diest hebben we een goed bestuur. Hebben we goed bestuurd de afgelopen 6 jaar. Ik kan hier niks anders beweren. Ja. Ik wil objectief zeggen dat onze begroting altijd overschotten heeft geboekt en dat onze schulden gedaald dat zijn. Dus dat is al een keer, denk ik, met de liberalen daar in de bestuur. Maar wij hopen natuurlijk verder te besturen. En dat zal de kiezer zijn die dat beslist, om het een cliché te zeggen. Als ik nog even mag zeggen over de voorstellen die er gedaan zijn van het parlement en hoe dat je met de regering omgaat. Ik denk dat dat wel cruciaal is dat het parlement meer zijn macht neemt. Met zo'n schrapcommissies, met constructieve voorstellen te steunen. Ik denk dat dat een groot probleem is, zeker in het Vlaams parlement, dat alles draait rond partijen en regering. We zijn er nu ook een kwartier over bezig op Vlaams Parlement TV. Als er één iets is wat de democratie zou versterken, dat is dat het parlement meer macht neemt. Nee. En ik denk dat het lokaal daar ook wel een voorbeeld van is, van hoe dat beter verloopt. En Vlaams Parlement TV kan dan dat ook laten zien en horen aan iedereen die het wil. Natuurlijk, dat is het voordeel daarvan. Geweldig. Maar u komt op onder de lijst... Iedereen diest. Ah, ja. Niet Open VLD. Nee, dat is een lokale lijst. Ik vind daar ook niks mis mee. Er zijn al lokale lijsten sinds de jaren 60, 70. Lijst van de burgemeester. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat je op lokaal niveau met andere zaken bezig bent dan op nationaal niveau. En natuurlijk zijn we nog altijd de liberalen. Wij komen daar ook vooruit. Mensen weten dat ook. Mensen weten zeker in Diest dat ik een liberaal ben. De anderen ook. Dus dat is eigenlijk gewoon een manier om te zeggen, bij ons draait het hier om Diest en niet zozeer over de nationale politiek. Ja. En ik weet wel, uw volgende vraag is van, ja, is dat om af te zetten tegen de nationale partij of om een slechte imago? U weet helemaal niet welke volgende vraag ik kan stellen. Nee, maar ik heb wel zo vermoeden. Voilà. Maar dat is het zeker niet. Het gaat gewoon over het lokale niveau, waar mensen andere dingen verwachten. Okay. Dat dan doorspelen naar Goeilaart, want daar komt u ook op. U bent daar ook schepen geweest? Of geweest. Nog wel ik heb dat niet terug opgenomen na mijn staatssecretarischap, maar nadien kwam er een andere mogelijkheid en nu ben ik terug schepen. Okay, en dan Tim van den Put, Kamerlid, is daar denk ik burgemeester. Ja, en klopt. U komt ook op onder de naam... Team 1560, ook een liberale lijst. Mm-hmm. In mijn gemeente komt er niemand op onder een nationale naam. Ah, en dat is denk ik ook wel... Dat is ook wel straf. Nee, maar dat is ook wel een feit, wat Maurits net zegt, dat de lokale politiek anders is. En iedereen weet dat onze lijst de liberalen zijn, maar wij focussen natuurlijk meer op zaken die voor onze gemeente belangrijk zijn en waar wij als liberalen lokaal op willen werken. Maar wijst dat er ook niet op dat, en u bent niet alleen, dat andere traditionele partijen, ik denk ook vaak aan CD&V, die ook veel burgemeesters leveren, u ook, hè, een 70-tal in totaal, denk ik, in Vlaanderen. Ik heb ze nu niet tot op de komma gerekend. Die schrik hebben om onder dat nationale label op te komen. Ik wil niet meer Open VLD zijn, ik wil niet meer CD&V zijn. In Gent toch ook? Maar dat is zo'n beetje een bijzonder frame die gezet wordt. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in maar Gent. Dat is toch de waarheid? In Gent komen wij op met de socialisten voor Gent en de onafhankelijken. Ja.
Maar die vraag wordt niet gesteld aan de socialisten. En die zitten evenzeer met ons, met de VLD. Die zitten in veel minder besturen natuurlijk. Hè. Dat denk ik niet, of dat zij in veel minder zouden zitten. Maar het ding is dat in Gent is er altijd een heel mooie samenhang geweest. Dat heeft Gent groot gemaakt. Hè, het de paarse verhaal. Coalities zijn daar geboren. De stad der vrijzinnigen. Hè. Ja, voilà, dus dat. Hè. Termont en Sas van Roeverwald, die er ook nog in het parlement heeft gezeten. Ja. Hè, waren toen de motor. Dus paars heeft Gent groot gemaakt. Dus ik ben eigenlijk zeer blij dat er wel een dergelijke samenwerking weer opnieuw kan. En we zien ook in de campagne, het marcheert, het bruist. Dus, ja. Maar ik duw in Gent, voor alle duidelijkheid. Ja, en, ja goed, maar dat betekent ook wel dat u een belangrijke symbolische plaats hebt, uiteraard. Hè? Ja, absoluut. Maar ik ben wel van mening, gelijk in een grote stad zoals Gent, moet je voor een stuk een keuze maken. Hè. En ik heb altijd gezegd van, kijk, ik kies voor de nationale politiek. En in Gent ben ik vandaag gemeenteraadslid. En ik zou dat natuurlijk ook graag na oktober blijven. Vandaar dat ik heel bewust gezegd heb, ik ga duwen en die lijst toe. En samen met de socialisten, dat is geen probleem. Er staat ook een straffe madame, ook Vlaams parlementslid Vrij van den Bossen. Mm-hmm. Dan denk ik, ja, met de nieuwe decreetgeving, stel dat ze meer voorkeurstemmen haalt dan Matthias de Klerk, dan wordt zij burgemeester. Ja, dat is natuurlijk het onderdeel van de nieuwe regels. En, dat goed zijn, een vrouwelijke burgemeester. Ja, dat zou voor de eerste keer in Gent zijn. Maar als ik dan moet kiezen, ja, dan zou ik toch nog kiezen voor Matthias de Klerk. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, mag ik eens kijken naar een paar hotspots ook, waar grote kanonnen zitten. Mechelen, daar krijg je hetzelfde. Ook een zeer vreemde coalitie met de Groenen daar. Bart Somers die opnieuw ook voor Mechelen. Dat wordt allemaal bijzonder nipt. Hè. Het zal knokken worden. Ja, en dat is ook een uitdaging. Hè. Wij zijn lokaal zeer sterk verankerd. En de bedoeling van deze verkiezing is natuurlijk om dat zo goed mogelijk te behouden. En zelfs, wie weet, op bepaalde plaatsen ook te versterken nog. En in Mechelen is dat verhaal hetzelfde. Wij gaan daar heel hard knokken. Er zijn ook heel sterke liberale kandidaten op die lijst. En hopelijk gaat dat. En ik heb daar eigenlijk ook wel heel veel vertrouwen in. Want de Mechelaar is tevreden over het bestuur in Mechelen. Maar is hij tevreden over Bart Somers? Want dat denk ik ook als buitenstaander. Ja, die Bart Somers, die was al burgemeester toen. Dan werd hij Vlaamse minister. Dan was hij weer weg. Dan weer burgemeester. En nu komt hij weer terug en weer. Hij heeft duidelijk gekozen. En nu heeft een duidelijk signaal gegeven. Hij kiest voor Mechelen. Mm-hmm. En hij heeft in het verleden heel veel voor Mechelen gedaan. Die stad is zo geëvolueerd de laatste decennia. Dus hij weet waar hij voor staat en hij gaat dat heel goed doen. En het vertrouwen bij die Mechelaar is ook aanwezig. Ze weten wat ze aan hem hebben en hij heeft er nu ook heel duidelijk voor gekozen. Ja. Ik ga naar een ander groot kanon. Ook ex-minister Bart Tommelijn in Oostende. Dat wordt daar ook knokken, denk ik. Ja, maar... Knokken ook niet de stad, maar het gevecht in Oostende. Met de inderbij, de inderbij dan. Ja, maar ik denk dat het in elke stad of elke gemeente is het knokken voor onze mensen. Maar dan is het voor ons wel heel belangrijk, en ik ben dan heel blij om dat te zien, dat wij echt koppen hebben bij de liberalen. Zij dat komen daarop onder trots op Oostende. Hè? Er is dan net een schepen moeten ophoepelen van de liberalen, omdat daar allerlei rare dingen gebeurd zijn. Dat is een bommetje onder zo'n campagne. Hè? Ja, dat is natuurlijk niet leuk dat dergelijke zaken gebeuren in een campagne. Maar net als in Mechelen, denk ik, Oostende. Allee, veel Gentenaars die gaan de zondag die gaan niet naar Knokke, maar die gaan altijd naar Oostende. Is te duur in Knokke. Brusselaars ook. Ja, voilà. En dus ook, wij gaan heel regelmatig naar Oostende. Ja, ik vind dat een heel fijne, mooie stad. En ik hoop dat de Oostendenaar dat ook wel ziet. Ja. Als je ziet op vlak van cultuur, Theater aan Zee, die daar elk jaar plaatsvindt. Dus ik hoop dat men het verschil daarin zal zien. Hè, wat dat iemand en wat dat een liberaal, gelijk Bart Tommelijn, heeft gedaan heeft voor Oostende. En dat ze hem daarvoor bedanken. Cultuur zegt het zelf, maar dan moeten we niet over Termijn Palace beginnen. Want dat is natuurlijk een draak van je was. Dat is onroerend erfgoed. Ja. Ja, maar goed, dat is niet... Ja, daar heeft dat bestuur toch ook niks kunnen aan doen. Ja, oké, okay, maar... Het is mismeesterd. Meesters, denk ik, ik ken het dossier nu niet in volle, enkel van wat ik uit de kranten heb gelezen. Het is duidelijk voor een renovatie te doen van een dergelijke grootte dat een stad gelijk Oostende dat niet kan dragen. En daar gaat de Vlaamse overheid gewoon wel voor een stuk moeten cofinancieren. Ook in een grote stad gelijk Gent moeten wij voor onze grote infrastructuurprojecten moeten wij naar de Vlaamse overheid kijken. Een beroep doen op die Vlaamse kijken. Overheid. En, sorry, en niet alles kan naar Antwerpen gaan van Vlaamse middelen voor infrastructuur. Ja, ik gooi het maar in de groep. Hè. Wie wil, pikt erop in. Kortrijk met de Vincent van Quickenborne, die ook per se terug wilde burgemeester worden. En daar de zittende burgemeester Ruud van den Bergen opzij duwde. En nu plotseling,
Team burgemeester, heet dat daar? Wie is daar burgemeester, vraag ik mij dan af. Hè? Maar u kan elk gemeentebestuur van Vlaanderen afgaan. Het is een beetje symbolisch. Het valt wel op, de grote talenten bedoel ik, van de liberalen die dan overal... Maar wat ik frappant vind, is dat we nationaal spreken wel steeds over de te grote macht van de partijen, de particratie. En dan heb je op lokaal vlak net de tendens waar het meer rond personen gaat. Personen waar mensen vertrouwen in hebben. Personen die ook over de grenzen van de nationale politieke partijen samenwerken. En personen die in het verleden ook wel de credits en de stemmen van de mensen hebben gekregen. Dat zijn eigenlijk tendensen lokaal die veel mensen vragen dat ook nationaal gebeurt. En als dat dan gebeurt lokaal, dan vinden we dat allemaal vreemd of dan is dat iets eigenaardig of zo. Terwijl ik vind dat niet meer het resultaat van wat mensen verwachten van een lokaal gemeentebestuur. Dat is dat je op een deftige wijze zorgt voor wat die wensen zijn. En die zullen anders zijn in Kortrijk. En je mag straks ook Diksmuiden of Gerardsbergen of Grubbendonk vragen. Aarschot. Ja, ik heb daar relatief weinig over te zeggen. Het is een beetje symbolisch voor het Vlaams parlement dat we de gemeenteraden van Vlaanderen bespreken. Maar ik denk dat het altijd gaat over personen en vertrouwen in personen. En eigenlijk vind ik dat democratisch geen slechte zaak dat het daar is ronddraait en niet macht van de nationale politieke partijen. Want u hebt ook, denk ik, bij het begin van de vorige Vlaamse regering zeer sterk op tafel gelegd als liberalen dat nieuwe decreet, dat mag ik toch zo zeggen. Ja. De rechtstreekse verkiezing van de burgemeester, ook zo'n oud standpunt van de Open VLD, dat lukt niet, maar dan is het dit geworden. De grootste lijst, de man of de vrouw daar met de meeste voorkeurstemmen, wordt automatisch burgemeester. Ja, krijgt in elk geval in het begin het initiatiefrecht om dat op poten te zetten. Wij hebben daar heel hard voor gestreden, omdat voor ons liberalen is het te mogen gaan stemmen zo belangrijk. En daar gaan wij ook heel hard op inzetten in de campagne. Dat is intussen ook veranderd. Velen weten het nog niet, maar nu mogen we gaan kiezen en moeten we niet meer gaan kiezen, dankzij de liberalen. Ja, en dat is ook heel belangrijk dat men beseft dat men echt invloed heeft op het beleid, ook in uw lokale gemeente. En dat die lokale mandatarissen, dat zijn echt vertrouwenspersonen voor veel mensen. Die hebben vertrouwen in die mensen dat die het gaan beter maken in hun gemeente. Dat die gaan luisteren naar wat er door de burger wordt gezegd en gevraagd in de gemeente. En dat is juist het mooie, dat op deze manier kan de burger ook echt kiezen wie de burgervader of moeder wordt in de gemeente. Mm-hmm. En daarom vinden wij dat zo belangrijk. Nu, de sterkste lijst, de grootste lijst, zo moet ik het zeggen, krijgt 14 dagen het initiatiefrecht. Mm-hmm. In veel Vlaamse gemeenten zal dat het Vlaams Belang worden, hè? Ja, dat zullen die daar 14 dagen met de voeten... Dat verankering is toch niet zo. Dat zullen we nog moeten zien. Allee, ik denk één... U vreest dat niet, bedoel ik. Maar vrezen... Ik vrees al lang niet meer. Ik heb zoiets van, we gaan er gewoon naartoe. Maar wat dat vooral belangrijk is in deze, en dus wat dat Eva zegt, is dat we nu geen stemplicht niet meer zullen hebben. En dus ik denk dat dat wel een grote invloed zal hebben op die verkiezing. Ik denk op wel. De extreme partijen, hoor ik u benadenken. Maar er zijn verschillende studies daarover. Ik heb daar mijn thesis over gemaakt zelfs. Ondertussen 20 jaar geleden over opkomstrecht of opkomstplicht. En eindelijk is het nu doorgevoerd, lokaal. Ja, symbolisch, ja. En dus, maar toen, 20 jaar geleden, bleek uit studies inderdaad dat extreme partijen dan zouden verliezen. Maar ik heb ondertussen al in die 20 jaar andere studies gezien dan net die extreme kiezers dan toch nog zouden gaan spreekt stemmen. Spreekt elkaar dus heel erg kan, tegen. Voilà, dus het kan alle kanten uit. Het zal ook per stad en per gemeente verschillen wat dat het opkomstpercentage is. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt in Nederland, zitten daar ook heel grote verschillen in. Dus eigenlijk prognoses gaan maken wat dat er gaat gebeuren 13 oktober, dat is onmogelijk. We moeten stilaan afronden. Mag ik Antwerpen nog eens op de tafel leggen? De grote stad waar de liberalen toch wel ooit groot en sterk waren en waar nu Ocharme... Denk ik soms Willem-Frederik Schildt, uw collega, vroeger toch bijna op social media moet vragen om kandidaten te vinden voor zijn lijst. Ja, en wat is uw vraag? Hoe erg kan het verlopen in Antwerpen? Ja, dat we in Antwerpen niet de leidende politieke formatie zijn, dat is op dit moment wel duidelijk. Maar ik denk dat Willem-Frederik daar wel een jonge ploeg rond zich gevormd heeft.
die ja, wel in de maatschappij ingebed is, om het zo te zeggen. En we zullen wel zien wat de kiezer daarvan denkt. Ik maak me iets meer zorgen over de opmars van de communisten in Antwerpen. Ik denk dat dat een groter gevaar is. Maar als het u mij vraagt... Ja, een sterke liberale partij kan die tegenhouden, wel, natuurlijk. Laat ons hopen dat we daar de eerste stappen in zetten nu. Mm-hmm. Maar als u mij vraagt, ik heb niet het gevoel dat we hier voor een dijkbreuk staan, waarbij Vlaams Belang of andere extreme partijen massaal de gemeentebesturen gaan veroveren. Integendeel, mm-hmm. ik heb het gevoel dat mensen vertrouwen hebben in personen. Mm-hmm. En die personen waar ze vertrouwen in hebben, die zitten meestal niet bij die extreme partijen. Ja. Oké, we gaan dat zien. Tot slot, wat is volgens u de inzet voor de liberalen nu op 13 oktober? Ja, ik zei al, de liberalen zijn eigenlijk zeer goed lokaal verankerd. We hebben heel goede burgemeesters, schepenen, raadsleden. Ook in onze provincieraden hebben wij sterke mensen. En ja, het komt er nu op aan om dat te verankeren en te blijven vasthouden. En ik heb daar heel veel vertrouwen in, want lokale politiek gaat echt over mensen. En mensen stemmen op mensen. En mensen stemmen op onze liberalen in die gemeentes. En daar ga ik vanuit. Dat is de inzet dat we dat kunnen vasthouden. En wie weet, nog een beetje vergroten. Goed. Het liberale anker, zou ik dan maar zeggen, zowel in Hoeilaart, in Diest als in Gent. Ik kan niet anders dan u alle drie en al de anderen natuurlijk veel succes toewensen. En inderdaad, we gaan wel zien wat dat wordt na 13 oktober. Dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan.